Als ik denk aan vakmanschap, dan denk ik aan... Dat is iets waar dat tijd voor wordt genomen. Het is voor mij het ownen van jouw skills als maker, ongeacht wat jij doet. Vakmanschap komt zowel in ons grafisch ontwerp. Allee, dat is toch ons doel, dat dat tot uiting komt, maar dat kan ook in mode zijn. En bij ons gaat het dan bijvoorbeeld over de goede letterkeuze, maar ook goede spacering, interlinie. En maar ook het idee eigenlijk. Ja, en ik denk dat ook vooral heel belangrijk is, is durf en de vrijheid. Iets waar over na wordt gedacht, is dat sustainable? Gaat dat lang mee? Het maakt dat kleding speciaal is. Het maakt dat kleding dat je er zorg voor draagt. Je ziet dat daarmee heel veel tijd ingestoken is om bijvoorbeeld zo'n producer te maken. Dus ik vind dat wel, het is heel sustainable, kleding die met vakmanschap is gemaakt. Als ik naar kleren kijk, ja, dan bekijk ik zeker naar vakmanschap. Naar de kwaliteit van de stof, oorsprong, kleurenpalet enzovoort. Vakmanschap betekent voor ons heel veel. We zien ook terug in onze eigen praktijk. Het gaat over duurzaamheid, ja, eerlijkheid, dus fair trade. In de mode onderscheidt zich dat natuurlijk in betere stoffen, hopelijk. Bij u zijn uw kledingstukken vaak heel... sober of strak, maar dan in die kleine details is dat wel, maakt dat wel het verschil met een ander. Omdat ik heel veel secondhand kleren koop, weet ik dat dat gewoon vakmanschap is, want die kleren gaan al super lang mee. En als ik mijn blazers draag, die naden gaan niet scheuren of die pailletten zitten nog juist, er werd meer ingestoken om echt een deftig, uniek piece te maken dat lang meegaat. Je hebt heel veel mensen die dat zeggen dat ze zo perfectionistisch zijn. Maar wat is perfect? Het is een paradox. Ik wil dingen perfect doen, ook al weet ik dat die nooit perfect zullen zijn. Op een moment is het klaar, snap je? Dus wat is dan perfectie? Het is een gevaarlijk goedje, maar wel brengt... Het is dualistisch. Het heeft heel wat valkuilen. Anderzijds, door de drive bereik je dingen die misschien iemand die minder perfectionistisch is, niet zo ver zou halen. Ik denk dat perfectionisme gezond is als je dat kunt loslaten op een gegeven moment. Want als je een perfectionist bent, you will never be satisfied. Of ik heb dat toch in mijn werk.